Ik ben Sam van Rooij, ik ben 34 jaar. Ik ben ingenieur bouwkunde van opleiding. Sinds oktober ben ik Antwerps gemeenteraadslid voor het Vlaams Belang. Ik zal daar ook Philippe de Winter opvolgen als de nieuwe fractieleider voor het Vlaams Belang. En nu ben ik ook Vlaams parlementslid. Ik ben daar zeer trots op uiteraard. Dat is een hele eer, maar ook een grote verantwoordelijkheid. Politiek is een passie van mij, al vele jaren lang. Dus ik zal mij de komende jaren meer dan ooit kunnen inzetten voor Vlaanderen en voor eerst onze mensen uiteraard. U hoort nog van mij. Waarom heeft u deelgenomen aan de verkiezingen? Oh ja, omdat ik natuurlijk graag politicus wilde worden, volksvertegenwoordiger voor mijn partij, het Vlaams Belang. Ik zit al ondertussen een 8 jaar in de politiek als medewerker, als perswoordvoerder. Maar ik ben zo gebeten door de politiek, dat is echt een passie van mij, dat is echt mijn leven. Ik ben daar bij wijze van spreken 24 uur op 24 mee bezig. En als je dan democratisch verkozen kunt geraken, ja, dat is natuurlijk het mooiste wat er is. Hè. Dat is een hele eer. Ook een bijzonder grote verantwoordelijkheid, maar ik ga mij er volledig in smijten. Dat spreekt voor zich. Hoe is de avond van de verkiezingen verlopen? Ja, in euforie natuurlijk. Hè. Wij wisten al heel snel dat wij het zeer goed gingen doen. We hadden dat ook wel min of meer verwacht dat we het goed zouden doen, maar zo goed. Het is dan eigenlijk nog veel beter geworden dan iedereen had verwacht, ook wat mij betreft, wat ons betreft. Dus dat was een avond van feest, dat spreekt voor zich. Maar ook met het besef natuurlijk ja, dat een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Dus in die zin ben ik althans en velen met mij van de partij met de voeten op de grond gebleven. Omdat je zo'n enorme score, een verkiezingsoverwinning, tweede partij van Vlaanderen, dat moet je natuurlijk omzetten in iets de komende jaren. In zeer sterk oppositiewerk. Dus feest, maar ook met de voeten op de grond. Bent u tevreden met het resultaat? Ja, ik ben daar tevreden mee. Ik stond zelf op de vierde plaats. En ik had een dikke 8000 voorkeurstemmen. Ik ben daar best tevreden mee. Je moet dat ook allemaal in zijn context zien. Hè. Het is zo dat mensen vooral toch stemmen voor de partij, voor onze ideeën, wat ik zeer goed vind ook natuurlijk. Maar ik ben tevreden, zeker. Wat zijn uw verwachtingen over uw nieuwe functie? Goh, ik werk ondertussen 7 jaar in het Vlaams parlement. Dus ik heb dat eigenlijk al heel de tijd van dichtbij mogen meemaken. Hoe dat parlement functioneert, de procedures, wat het is om volksvertegenwoordiger te zijn. Dus in die zin is het voor mij niet zo nieuw en weet ik wat ik moet verwachten. Ik verwacht een heel nieuw leven, een spannend leven. Aan politiek doen, in de kern van de democratie werken. En natuurlijk opkomen ja, voor mijn ideeën, voor onze ideologie. Voor al die mensen die op ons en op mij gekozen hebben. En voor Vlaanderen natuurlijk, voor de Vlamingen. Ik heb wel eens gezegd, ik ben gekozen door de Vlamingen en niet door de mensen in Afghanistan of in Syrië of in Afrika. Dus dat betekent dat ik mij 100% en alleen zal inzetten voor de Vlamingen, de mensen die het goed menen in Vlaanderen. Ook de mensen met de migratieachtergrond uiteraard die Vlaming onder de Vlamingen zijn. Want ik denk dat dat echt nodig is, dat het eigen volk eerst geluid, het eerst onze mensen geluid, ja, dat hier moet weer klinken hè, in dit Vlaams parlement. Zal u uw mandaat combineren met een andere job? Nee, het is te zeggen geen reguliere job. Ik ben ook verkozen op 14 oktober 2018 als Antwerps gemeenteraadslid. Ik zal daar ook binnenkort Philippe de Winter opvolgen als fractieleider. Dus ik zal mijn Vlaams parlementslidschap combineren met Antwerps gemeenteraadslid en zelfs fractieleider daar. Dus dat zal een meer dan drukke periode voor mij genoeg worden de komende 5-6 jaar. Ik werk nu al 80-90 uur in de week gemakkelijk, omdat het, zoals ik al zei, politiek mijn passie is. Maar dat zal alleen maar toenemen natuurlijk. Hè. Dus weekends en avonden zullen er niet meer bij zijn dat ik daar vrij ben om andere dingen te doen. Wat is de impact op uw sociale en familiale leven?
Ja, dat is enorm natuurlijk. En nogmaals, dat was de voorbije jaren al zo, dat die impact heel groot was. Ik heb eigenlijk heel weinig sociaal en familiaal leven. En dat zal nu alleen maar nog erger worden natuurlijk. Hè. Dus ja, maar goed, mijn familie, mijn vriendin, die weten dat. En die leren daar min of meer mee leven, maar dat is natuurlijk niet gemakkelijk. Maar goed, ik heb dat daarvoor over en zij ook tot nader order, dus voilà. Waarop mag de kiezer u binnen 5 jaar afrekenen? Goh, op natuurlijk het feit dat ons geluid, het typische Vlaams belanggeluid, niet politiek correct, recht door zee, consequent, principieel, dat wij dat luider dan ooit hebben kunnen laten klinken hier in het Vlaams parlement. En dat wij natuurlijk ook, zoals wij de voorbije jaren en decennia al hebben gedaan, dat wij onze stempel drukken op de politiek die hier gevoerd wordt en op het regeringsbeleid. Hè. En waar nog, bovendien, vind ik misschien nog wel belangrijker, ik wil, en dat is echt een doel van mezelf en ook van mijn partij, wij willen niet alleen al die kiezers die op ons gestemd hebben overtuigen om opnieuw op ons te stemmen, maar ook natuurlijk nog meer stemmen halen om dan hopelijk over 5 jaar samen met de N-VA een meerderheid te kunnen vormen dat wij hier een Vlaamse regering kunnen vormen zonder welke traditionele partij dan ook, zonder de VLD, zonder de CD&V, en dat wij dan natuurlijk Vlaanderen als eerste punt onafhankelijk kunnen maken. Hè. Dus een Vlaamse onafhankelijkheidsregering van N-VA en Vlaams Belang, dat is mijn ultieme doel en ultieme droom en daar mogen de kiezers wat mij betreft mij op afrekenen.